Rob Geus inspecteert vandaag een hele bijzondere school. Want hier heeft hij zelf op gezeten. Ze laten hem toch wel binnen. Op deze school heeft hij tenslotte het vak geleerd. Goedemiddag. Hallo. Ik ben Rob van het programma Smaakpolitie. Hi. Ja, hier ben ik ooit bij opleiding begonnen, hè? Ik weet het. Ja. Ja. Het is wel grappig natuurlijk om weer het oude nest terug te komen. Maar ik ben toch benieuwd hoe het daar gaat met die ren in de keuken. Hi. Ik ben Rob van het programma Smaakpolitie. Leuk. Hey, we gaan vandaag een dagje scholen doen. En we gaan graag een rondje bij jou lopen. Hartstikke leuk. Ja? Dat is gelukkig een warm welkom. Als Rob start met de inspectie op zijn oude school, valt hem direct iets op. Als ik wil kijken, hoe vaak maken jullie die muur schoon? Die muren, er waren tegels afgebroken, was niet vervangen. Waardoor kinderen zich zouden kunnen openhalen. Nou, voor de veiligheid ook van de kinderen. Ja. Nou, de fijne, de goeie. De prullenbak is in ieder geval in orde. Maar over de mengmachine is Rob minder enthousiast. Ja, die was ook helemaal bezaaid met slagroomresten. Melkresten. Het was gewoon niet goed schoon. Oké, overal kijk, toch nog resten, dus kijk daarmee uit. Oké, messenblok. Maar ook daar hingen heel veel dingen bij die niet goed schoon waren. Ik trok vuile messen eraf, dunschillers waar etensresten aan vast zaten. Dus deegrollers, ja, bezaaid met etensresten. Dat is ook weer gevaarlijk. Als die niet goed wordt schoongemaakt, dan heb je natuurlijk een probleem. Maar als daar oude etensresten aan vastzitten, ja, die rol je eigenlijk door je... Door je verse beslag heen. Wat een teleurstelling. Overal etensresten. En dat op zijn eigen school. Eigenlijk moet je dat ook meegeven, hè? Want dat is ook eigenlijk voordat ze het lokaal verlaten, dat ook de muren worden gereinigd. We hebben sowieso wel een lijst, hoor, maar daar staat de muur niet op. Nou, snijmachine. Nou, dat gaat ook helemaal niet goed. Kijk eens. Hoe komt dit? Ja, verleden week weet ik dat die echt heel intensief gebruikt is. Maar is dit heel intensief schoonmaak? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, maar het is wel heel belangrijk, hè? Ja. Als je snijmachine zag staan hier, bezaaid, echt bezaaid met etensresten en viezigheid, dan denk je, jeetje, hoe kan het, zeg hij. Rob vervolgt zijn inspectie, maar kan het niet laten de leerling Cox aan te spreken. Wat ben je aan het bereiden, vriend? We hebben kipfilet gevuld met kippenhart met kruiden. Leuk, dat is spannend, jongens. En wie gaat het opeten dan? De gasten in het restaurant. Oké, spannend, hè? Dat klinkt goed. Maar dan ziet Rob een hele vieze frituur. Jeetje. Nee, hij moet leeg. Maar eventjes, kijk. De olie is had wel aangemaakt. Maar die mandjes, jongens. Gifzwart. Olie die al vervangen had moeten worden. Het is niet best, dit. De docent koken heeft het er moeilijk mee. Dit is shocking, ben ik, hoor. Ik heb verleden week voorgesteld om ze niet helemaal leeg te gooien. Maar dan zou deze week gebeuren. Ja, maar die mannen die zijn al maanden niet gedaan. Hij blijft erom lachen. Ja. Ja, kijk, ik vind de discussie vind ik wel waardig. Maar zeker omdat ik ook vind de koken vergasten. Dus het moet iedereen schoon zijn. Maar ik wil ze ook leren koken. Ja. Ik begrijp als docent koken, dat je koken heel belangrijk vindt. Maar volgens mij is de basis altijd hygiëne. En dat moet als eerste beheerst worden. Rob besluit de leerlingen zelf een lesje te geven. En hygiëne is heel erg belangrijk, hè? Dat weten jullie, hè? Want die muren, dan vind ik ze vies eruit zien. Maar die hoeven niet schoon te maken. Nee, maar precies. Maar kan het nu wel. Ja. Eigenlijk de bedoeling was natuurlijk om de kinderen, maar ook zeker de docenten, dingen te leren. Nou, ik weet zeker dat dat gelukt is in dit lokaal. Hey, dames en heren. Wat hierin zit, is water. Je moet eerst goed schoonmaken en vervolgens goed droog maken, oké? Okay? Persoonlijke hygiëne is ook belangrijk. Je hebt hartstikke mooi haar. Maar een staart in heb geen zin. Je hebt ook een staart in. Zij doet het wel goed, ze hebben een vlecht in. En sommigen hebben dan wel vlecht in en anderen weer niet. Dan denk ik, ja, het wordt niet goed uitgelegd. Dus ik heb het ze maar uitgelegd. Maar ja, het is niet eigenlijk mijn taak. Dus als je het goed wilt doen, moet je het gewoon of opsteken of een vlecht. Of een knot. Is goed. Nou, ik ga even die ophouden. Succes. Ik hoop dat je met tips wel gaat doen. Ja, het is wel verontrustend, vind ik, als je hier praktijklessen geeft aan hele jonge kinderen nog eigenlijk. Die eigenlijk net een kipfiletje kunnen braden. Ja, als je die dan laat werken in zo'n keuken, ja, dan mag je wel over nadenken, ja. Sterkte. Hey, geluk. Hey, ruimte. Ik ga mijn best in ieder geval doen, maar beloven kan ik het niet. Want je weet, we werken met leerlingen en het is iedere dag anders. Rob hoopt dat zijn oude school de kritiek oppakt.